Vandaag is een dag van uitdagingen. Een van die uitdagingen treffen we in Wormerveer bij Lonneke Kroon, bestuurslid van de Saanse Kledingbank. Lonneke, jij hebt vandaag heel veel voorbij zien komen al. Wat hebben we gedaan en wat hebben we gezien? Wij staan hier in het nieuwe pand van Kledingbank Zaanstad. Wij gaan verhuizen. We hadden geen verhuiswagen nodig, want we gaan van ons oude pand naar het pand van de buren. Daarin hebben we veel meer ruimte en kunnen we veel meer sorteren. En daarvoor hadden wij kooien nodig. En we hebben de aanvraag bij de Zaanse uitdaging neergelegd. Omdat wij hele mooie kooien hadden gezien, maar die waren te koop in Tilburg. Dus die moesten vervoerd worden van Tilburg naar Wormerveer. Dus vandaar de aanvraag gedaan. En gelukkig kwam Stan op Leidingen. En die heeft zich aangeboden om voor ons de transport te doen. En daar wij ongelooflijk blij mee zijn. Want de kooien die inderdaad uit Tilburg, die zijn in de huidige situatie waar jullie nu zitten absoluut onmogelijk om te plaatsen. Nu de ruimte danig vergroot gaat worden, kunnen jullie je hart ophalen met die kooien? Zeker. Eerst was het sorteren heel klein, stonden we vaak op de zakken, moest het van links naar rechts. En nu kunnen we een heel mooi sorteersysteem bouwen dat alles gewoon in kooien en alles gesorteerd is. En dan heb je straks een nieuw onderkomen, dat ziet er nu nog kaal uit. Dat moet ongetwijfeld nog aangekleed gaan worden. Misschien nog weer eens een uitdaging aangaan? Een hele hoop uitdagingen gaan we aan. Dus ja, het is een heel groot pand. Er moet echt heel veel gebeuren. Van vloer, van tussenwanden. Er zijn echt nog heel veel dingen die we voor elkaar moeten krijgen hier. De Kledingbank Zaanstad, is dat iets als de, de zak van Max? Of is het een totaal ander iets? Nee, de Kledingbank mag iedereen komen die een verwijzing heeft. Dus je moet eerst gescreend worden door de voedselbank, door het sociaal wijkteam, door vluchtelingenwerk of de verschillende instanties. Dan kom je bij ons, dan krijg je een jaarkaart, die is een jaar geldig. En dan mag je gratis bij ons kleding uitzoeken. En bij ons, dat betekent dat je het niet alleen doet. Je doet dat met een hele ploeg medewerkers. Je kan dit zeker niet alleen doen. Wij werken met 17 vrijwilligers. En er zijn altijd vrijwilligers tekort, leert de ervaring? Zeker, kan altijd goede vrijwilligers gebruiken. En hoe komen ze met jou in contact? Mensen kunnen dat via onze website. Daar staat alles in. Stuur even een mailtje dan, of via onze Facebookpagina. Dan neem ik contacten op en dan kunnen we kijken of we ook daarin een match kunnen sluiten. Lonneke Kroon, hartelijk dank.